Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Keuringsdienst van Wagen. Zoals je ziet zitten we aan de kantinetafel bij Vriendenkring van Gaal. Er is nog niemand op de bouw, maar we verwachten ze ieder moment. Dus benieuwd wat hun een petto voor ons hebben. Ho, ho, ho! Al hier, kan drie fietsers hier kapot. Volgend jaar hoog instappen, alsjeblieft. Wat is dit voor frikken nou? Gas geven! Jongen, jongen, het lijkt de aandrijf als van Ice Show wel. Ik breek het ook altijd af. 25! Kunnen we jou in ieder geval niet zeggen dat je het juist hout gesneden bent. Ik zou er nu niet bij de Lids & Blaas een opdracht mee laten doen. Wagenbouwers FM. De keuringsdienst van Wagen. Ze zijn van alle kenders thuis, hè. Ze hebben een roze doek en een groen doek. En sowieso ook een genderneutraal toilet hebben. Volgens mij hebben ze maar één wc, dus dat is standaard genderneutraal. Ja. Die hebben gewoon een gat in de grond, want dan hangen we zitten, kunnen ze er niet bij. Nou, we weer een groot verschil in gasvrijheid. We zijn bij de rijter geweest, dan was het wel welkom. Nou, bij de Rode Hoek was het al aardige koffie. Maar morgen zijn we gewoon normaal niet welkom. Dus we gaan even de uitvoerder proberen te zoeken. Of we toch niet met gat in de schoenen naar binnen mogen. Gezelligheid aan top hier. Na het bouwen wordt er volop bier gedronken, zo te zien. Een bit te weinig, zeg maar. Ja, kijk, we zijn hier bij Van Gaal. Daar hebben ze een nieuwe manier van bouwen bedacht. Namelijk de stichting Brabantse Dag ook mee laten bouwen. Dat is natuurlijk bijzonder. Ik vind het meer de Titanic als ik het zo zie. Kijk, dat is de grootste, dat is de hardste werker van Gaal. Even camera wat naar beneden. Nou ja, zoals je ziet, een klein karretje. Hè? Ik ben benieuwd welke van wie van Vergaal hierin gaat zitten. Hey, het is geen speelgoed. Ja, maar hier hebben ze de stoel er al uitgeschroefd. Dan kennen ze met de voeten bij de pedalen. Snap je? Ruud is ondertussen aan het controleren. Zijn die banden nog een beetje goed? Nou, die vering is zo stijf als mijn rug. Vertel ons eerst wat je in godsnaam gaat maken. Want we hebben, moet je de Titanic voorstellen of wat moet het worden? Ja, ongeveer. Nee, dat is een kraan. We maken de ontginning is ons onderwerp. Snap jij er nog iets van? Ja, we moeten nog door. Hele lange verhaal net staat hier gewoon. Zeg maar over milieubewustzijn gesproken. Ze hebben hier geen toilet. Wordt allemaal keurig in afvalbakjes gedaan. Doen ze in de koelkast daarna, is het lekker gekoeld. De urine wordt hier s'avonds nog lekker na het bouwen opgedronken. Mijn rug. Spijkers slaan. We hebben twee groepen pas gehad. De ene die had hem met 9 slagen erin. De andere die had hem met de keer of 100. Wat denk jij dat jij gaat doen? 25. 25 slagen. 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25! 25! 25! Dames en heren, dit was Van Gaal. Dit waren Ruud en Ivar. En goed morgen. Pas op voor je hoofd. Pas op voor je hoofd, bukken. Ja, goed zo. De Keuringsdienst van Wagen. Wagenbouwers FM.